Goedendag. Ja, de voorjaarsvakantie staat natuurlijk op het punt van beginnen voor de regio Zuid in ieder geval. En dus is het de vraag, zijn die wintersportcondities een beetje goed of valt het toch wat tegen? Nou, als je dit plaatje ziet, ziet het er toch wel aardig uit. Maar deze foto is wel genomen boven de 2000 meter. Daar zijn de condities best wel oké okay om de pistes op te gaan. Maar ga je wat verder naar beneden, hier in Tirol in Oostenrijk, ja dan ziet het beeld er toch een stuk treuriger uit... Onder de 2000 of 1500 meter is het voornamelijk groen. De temperaturen liggen daar ver boven nul. En daar is van wintersportcondities dus ook absoluut geen sprake. Hebben we allemaal te danken aan zachte lucht, die zich op dit moment boven grote delen van Europa bevindt, maar dus ook boven de Alpen. Als ik de animatie aanzet, zien we dat dat komend weekend eigenlijk ook niet echt verandert. Dit is de temperatuur op 850 hectopascal. Dat is zo'n anderhalve kilometer hoogte. Ja, en die echt koude lucht die kan gewoon niet echt doordringen. Misschien soms 1 of 2 graden onder nul. Maar in de loop van de komende week ja, dan zien we dat een bel met erg zachte lucht ook richting de Alpen trekt. Dan komen we zo boven de 5 graden uit. Misschien ook wel boven 1500 meter is dat het geval. Dus voorlopig zijn die condities toch niet zo goed. Zeker voor de noordkant van de Alpen. De zuidkant, zeker boven 1500 meter, daar wordt wel de nodige sneeuwval verwacht. En dat zien we ook goed terug op deze weeranimatie met de neerslaggebieden. Dan zien we inderdaad dat de zuidelijke regio's echt wel wat sneeuw kunnen verwachten. De Italiaanse Alpen, maar grote delen van Oostenrijk, ja, daar ziet het toch een stuk slechter uit. Misschien enkele centimeters boven de 1500 of 2000 meter. Maar goed, dat is echt niet genoeg om van wintersportcondities te spreken. Daarna wordt het echt tijdelijk wat droger. Op woensdag passeert dan wel weer de storing met de nodige neerslag. In de dalen is dat gewoon regen. Hogerop kan dat toch weer sneeuw zijn. Maar daarna zien we opnieuw een hoge drukgebied met daaronder echt wel zachte lucht. Dus voorlopig is er van wintersportweer dan ook geen sprake. Zoomen we dan even iets in op de Alpen. Dan zien we inderdaad dat de zuidelijke regio's met sneeuwval te maken hebben. Zeker de hoger gelegen delen boven 1500 meter. Dat is eigenlijk het hele weekend het geval. Zeker op zondag kunnen de noordelijke delen ook nog wel wat sneeuwval verwachten. Enkele centimeters boven de 1500 meter. Lager is het gewoon regen. Vanaf dinsdag dan wordt het echt wel een stuk droger, maar er komt dus ook die zachte lucht opzetten. Het advies is dan ook om vroeg de pistes op te gaan, gelijk in de ochtend. Dan heb je nog wel aardige condities, maar in de middag worden de pistes toch wel gauw papperig. En dan is het toch minder een pretje om de pistes op te gaan. Samengevat, de noordkant is dus echt een stuk droger en heeft dus te maken met die warme veun, waardoor de sneeuwcondities daar verder van ideaal zijn. Aan de zuidkant is het een heel ander beeld. Daar zien we toch wel flink wat neerslag, die zeker boven de 1500 meter gewoon als sneeuw valt. Daar zijn de condities echt wel een stuk beter. En de komende week, de eerste week van de voorjaarsvakantie, zien we voorlopig weinig verandering, weinig verse sneeuw. Met name vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Komende woensdag of ergens komende week komen we uiteraard weer terug met een nieuwe update van de wintersportverwachting. En dan gaan we kijken of de tweede week van de voorjaarsvakantie er wel beter uitziet. Tot de volgende keer.